heb alleen weinig voorbereid. Ik ook. Nou ja, weet je, we gaan gewoon lekker praten over de Mol België. Jij hebt al een video gemaakt, dus jij moet maar de inleiding doen. Ja. Oh, moet ik eventjes mijn video erbij gaan pakken dan? Als jij nou begint over die botvispis, die botvispipol. Oh, dat moeten we eigenlijk zo even gaan doen. Nee, het was... Het was, als een potvis in een pispot pist, dan... Is er een pot vol pis... Ik weet het niet. Dan is de pispot vol met pis, volgens mij. Besef, als we al deze zinnen goed hebben, dat we hier morgenochtend nog zitten. Ja. Ja. Zoiets. Als een pot vol, als een potvis... In een pispot pis. Potvis. Heb je een pot vol potvul vis pis. Ja. Hoe, Arjan? Hoe? Ja, die. Die, ja, die. Je had er ook een? Rode rondjes of zo? Nee, Rut. 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 Had. Rasp. Raspt. Rode, ronde. Ronde, rondjes. Rondjes. Dus, ja. Rut of rust? Rasp. Rut, raspt, rode, rasp. Ronde. Rasp. Puntjes. Je begint rasp, nou ertussen. Oh, maar dat niet aan. Na rasp, kom nog een keer rasp. Oh. Want dat vergat Ruben ook in de opdracht. Rut, raspt, rasp. Ja? Rode, ronde puntjes. Juist, omdat rasp en rode ronde puntjes is een aparte zin. Dus je moet een komma zien tussen rasp en rasp. Oh ja. En die nog niet. Dat kan je niet makkelijker. Ja, het is goed dat je... Het is toch oh, daar hadden we ook gewoon die kaartjes mee kunnen weggeven. De eerste beste die ons een bericht doorstuurt met als je alle zinnen fout nooit achter elkaar drie keer zegt, dan vind ik het knap. Ja joh, tuurlijk. Doe jij de inleiding van de opdracht, Tim? Oh, dat lijkt dat me doen? Het makkelijkste. Dat lijkt me het makkelijkste, want ik heb echt niks voorbereid. En nee, jij hebt al een video gemaakt. Ja, maar ik ga heel eventjes eerst het introotje doen, hè. Ja, oké. Okay. Dat proberen we niet te lachen. Ja. Oké, okay, ja. Gaan we. Ja. Het gaat wel in fout. Je had het niet moeten zeggen, Arjan. Je had het niet Sorry. Moeten... We gaan allemaal huilen nou deze keer. Huilen? Nee, dat helpt. Jammer. Tienhand. Ja, nee. Wij moeten even allebei de andere kant op kijken. Ja. Nee, dat ziet er ook in. Ik kijk wel niet naar jullie. Dat beste. Ja. Welkom in ProCast, de Mol podcast van De Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen met Dienand van WDM-2023-hints op Instagram. En Arjan van Ed Mollejagers, -2023 op Instagram. En gewoon in één keer goed, eigenlijk. Hé, hey, nou. Hey. Dat is toch... We zitten bijna op het einde en Tim heeft het goed. Een applaus. Ja, nou, dank jullie wel. Hoe vonden jullie de aflevering? Die man. Oh ja, ik vond het een leuke aflevering. Leuke opdrachten. En ja, natuurlijk weer van twee kanten steeds. En ook een afvalrace voor, ja, misschien wel vrijstelling. Dus vond ik wel leuk. Ja. En Arjan? Top aflevering. Meer of ja, ik heb niet veel. Ja, ik vind dit echt het beste misschien wel van het seizoen. Much later. Maar, hoe vond jij de aflevering? Nou, lief dat je het vraagt. Okay. Nee, ik vond de aflevering ook wel leuk. Ik heb zitten genieten voor de televisie. En dan bedoel ik dit, hier zat alles weer in. En vooral die vrijstelling op het laatste wat net Dienand al zei. Ja, dat was een heerlijke climax. En ik zat ook tot het scherm zat ik te denken, oké, vier in de finale. Ja, dat zei je tijdelijk ook. Ja, ik zei, oké, drie keer groen nu achter elkaar, dan moet de vierde wel groen worden. Dus ik had hem helemaal niet zien aankomen dat Ruben rood ging krijgen. Ongeacht dat ik het wel een beetje voorspeld had, dat Ruben rood ging krijgen. Maar ik had hem niet verwacht. Ik denk, ze gaan met z'n vier in de finale. Ja. Zo brachten ze het. Gelukkig ben ik blij dat dat niet is gebeurd.
Ik ben blij dat Ruben is afgevallen, namelijk. Ja, ik ook. A few minutes later. Vooral het intro vond ik echt heel vet. Hoe de cowboys en zo, dat is vet. Weet je, dat is weer de mol België. Dat doen ze in Nederland weer niet. Dat vind ik weer top. Ja. Dat vind ik weer heel tof. En voor de rest, ja. De tweede opdracht met die stem die dan dingen zegt en zo. Dat is natuurlijk al een paar seizoenen geleden ook gebeurd. Aan die tafel was dat. Ik weet niet, met wie was dat? Leonard? Nee, daarvoor nog. Leonard was aan tafel volgens mij. Oh nee, dat was daarvoor met die bom, bedoel je? Ja, met die bom onder de tafel of zo, dat een bom. Dat was seizoen 7. Seizoen 7? Dat was met Elisabeth. Dat was met Elisabeth, Axel en Jury en Martijn dat die helemaal onder zaten. Met die yoghurtbom. Die bom bedoel je? Nee, wacht. Dat was bij een wijnproeverij of zo was dat. Ze gingen door die wijnvelden heen lopen. Ja. Dan moesten ze bessen plukken en zo volgens mij. Dan moesten ze meenemen. Ze moesten met een dienblad, moesten ze als ober, moesten ze die berg aflopen. Oh nee, dat is seizoen met... Ja, wie... Even kijken. Alina. Dat is Lennart seizoen. Wel Lennart, ja. Hè? Ja, Lennart. Want Anne-Lotte liet nog heel snel die glazen vallen in het begin. Oh ja, ja. En Sven die was ober. In de krokbar natuurlijk. Ja. Want toen kwamen ze ook in die kamer uit. In zo'n, zaten ze aan een houten tafel en zo. Toen was er zo'n stem en die moesten ze ook na gaan praten en zo. Ja. Maar daar vond ik het ook wel een beetje op lijken. Dus dat die stem zegt van... Ruben krijgt een ingeving van bladibladibla. Dat. Ja. Maar ja. Volgens mij was dat ook in de finale toen met Lennart. Dat ze gingen zitten. Dat ze de finale gaan kijken. Ja, maar dat is niet... Ja, dat, ja, maar... Dat is niet per se een opdracht te doen. Nee. En bij de titel, wat dachten jullie aan? Als eerste. Schieten. Ik dacht aan Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Lancelot. The fastest man shoot in the world. Hè? Omdat hij was altijd de snelste die schoot. En toen dacht ik gelijk aan Lucky Luke. Ik denk 1, 2, L'en. Lang weer. Een mooie theorie. Ja, en 1995 geboortejaar van Lancelot. Oh ja. 27 is hij. Hij is nu 28 in dit jaar. Dus 1995 is zijn geboorte, ja. Oh. Als je het zo uitrekent. Ja, ik ben echt benieuwd naar al die hints. Wat er verborgen tips zijn. Ik ook. Want ik denk dat we er maar heel weinig hebben kunnen vinden. Ik denk alleen die twee L in de krant van de Tucson Today. En dan vond ik wel mooi dat ze die weer terug lieten komen. Dat ze hem in de brand staken. Met andere woorden, kandidaten hadden daar gewoon die twee L'en kunnen spotten, hè? Ja. En ze steken gewoon het bewijsmateriaal in de fik wat naar de mol wijst. Slim van de mol. Kan iets leuks zijn waarom ze het in de montage hebben gelaten. Ja, 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 ja. Weten jullie trouwens nog dat het ei van Lancelot ineens kapot was? Het rode ei? Ja. Wie heeft dat gedaan dan? Lancelot, toch? Ja, oh, nou je het zegt. Ja, ik kan er nog even op terug. Ja, Toos liep op een andere kamer, Comfort ook. Ja. Ja, ik krijg best wel goed wat je nou zegt. Ik zeg het maar, hè. Ik zeg het maar. En Ruben kunnen we nou dus ook gewoon samenvatten dat Lancelot gewoon expres Ruben zijn eigen uit heeft gestoten. Want Ruben heeft het dus niet gedaan met opzet om het een beetje dichterbij te gaan staan. Wat ik eerst nog zat te bedenken. Klopt. Ja. Hé. Hey. Ja. Hey. Hey. Maar goede ingevingen. Opdracht 1 was een pew-pew, zaag en door, toch? Ja, wat zijn ze nou allemaal zinnen, Tim? Kun je die even herhalen, die zinnen? Die in de koets zitten. Nee, dat hebben we net al gedaan. Nee, maar daar hebben de luisteraars natuurlijk nog niet gehoord. Dus die hebben we vast wel horen zeggen. Die hebben ze gehoord in het voorstukje. Hoe ging het met die potvis nou, kon je precies? Wat was dat nou? Als een potvis in een pispot pist, dan is de pispot vol met potvispis, of zo. Nou, even een applausje. Ik vind het best knap. En Rut raspt, ja? Rasp rode, ronde puntjes. Nou, nee, radijsjes. Oh. Oh, heerlijk. Maar het was een... Ik denk dat geen één luisteraar het op dit moment jou kwalijk neemt dat je ze verkeerd hebt gezegd, hoor. Niet? Nee, ik denk het niet. Gelukkig. Nee, maar opdracht 1 was een beetje een pew-pew en een zaag en een door, toch?
Ja. Goed omschreven. Ja. Dus dan kunnen we nu naar opdracht 2 gaan. Nee hoor, grapje. Nou ja, ik denk dus dat dat opdracht 1, dat de beste molpositie hier is, aan boord van de postkoets. Ja. Dus Ruben of Lancelot. Nou ja, nu is natuurlijk Ruben afgevallen, hè. Dus Lancelot. Je moet natuurlijk de dingen onthouden, de zinnetjes de hele tijd onthouden. En onderweg moet je ook nog een paar opdrachten doen. Waardoor je die dingen weer vervolgens weer niet kan onthouden en weer vergeet. Nou ja, Lancelot doet natuurlijk eigenlijk best wel goed zijn best. Lijkt. Maar. Ja. In eerste instantie zegt hij de uitspraak richting de bandiet goed. Nou, doei bandiet, doei. Maar in de finale, aan het einde, zegt hij ineens de uitspraak fout naar de bandiet. En de bandiet die neemt een postzak mee. En zo gaat het een beetje heel de tijd, die opdracht gaat zo heen en weer. Lancelot doet iets goed, Lancelot doet iets fout. Waarom zit hier een vlieg die aan het skaten is op zijn kop? Wat? Wat? Wat heb jij het nou weer over? Er is hier een vlieg en ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar? Heel raar. In ieder geval. Ik zie ineens een vlieg die op zijn hoofd staat te dansen of zo. Nee, maar terugkomen op zonder die vlieg. Maar met Lancelot, wat jij zegt. Lancelot vind ik ook daartussendoor ook invloed hebben op wat Ruben moet gaan zeggen. Ja. Want wat is mij opgevallen, net ook met terugkijken, die zin. Raspt. Hoe ging die nou weer? Rut, raspt. Raspt. Rode, ronde radijsjes. Ronde radijsjes. Ja, precies die zin. Wat doet Lancelot te voorlezen? Laat dat woordje rap ook al weg. Met het voorlezen aan Ruben. Zodat Ruben het zeker fout gaat zeggen en die postzak wordt gepakt. Dat vind ik nou mooi gedrag. En Lancelot die zorgde ervoor dat Ruben als eerst op de koets ging zitten. Ja, ook dat. Dan heeft hij de minste tijd gehad om uitspraken goed te onthouden. Ja, klopt. Aangezien Lancelot zelf de mol is, maakt het toch niet uit als hij als laatste gaat, want dan kan hij alsnog die uitspraken fout doen. Ja, klopt. Mee eens. Maar we horen Dinant weer heel weinig. Ja, maar nee, jij bent lekker aan het praten. Ja. Oké, wat ik dus ook vandaag vond, hij heeft bij het houtzagen, heeft hij 3 zakken laten liggen toen ze 6 minuten kregen voor het zagen. Ja. Toen had hij gekozen voor 1 zak, terwijl je er 4 had kunnen verdienen. Dus hij heeft die 3 keer 400 euro laten liggen. En later met staten aanluiden had hij ook weer 4 zakken laten liggen. Ja. Dus ja. 1200 en 1600 euro heeft hij laten liggen. Ja, daarom vind ik dat ook de beste molpositie. Mm-hmm. En dan om even naar het andere groepje te gaan switchen. Daar was er denk ik 2 foutjes, soort van. Die hangmat viel uit elkaar, kan tijd kosten. Mm-hmm. Kan Toos hebben gedaan, maar kan ook Comfort net zo goed hebben gedaan. Of het is gewoon door de productie verkeerd neergegooid. Kan ook. Maar het viel mij hier op dat, de foto met de kip op het hoofd, ja? Het hoedje zat niet op het hoofd van het kip. Nee, je zat op zijn rug. De foto werd bijna gemaakt en toen zei Comfort, Toos, je moet nog even dat hoedje op je kop zetten. Op die kipkop. Kip. Ja. Zetten. Dus dat kan een hele goede anti-mol-actie zijn al richting Comfort. Want Comfort, als Comfort de mol zou zijn geweest, dan was die foto zo gemaakt. Juist. En het kan een goede mol-actie zijn van Toos. Want Toos had het niet door dat dat hoedje van die kip niet op de kop van de kip zat. Nou, ik denk dat hij het ook nooit had kunnen doorhebben, want hij zette hem van tevoren, zette hij dat hoedje op zijn kop en toen pas zette hij die kip op zijn kop. Dus ja, toen gleed hij eraf, dus hij kon het nooit gezien hebben. Dus nee, wat ik het mooie aan vind, is dat je gewoon kan zien, Comfort te zien niet de mol, want het verbetert gewoon Toos, omdat die foto dan gewoon goed wordt genomen. Dus in principe kunnen we daar gewoon afstrepen. Ja, en verder maakt Toos aan het einde, als de postkoets aangekomen is, maakt Toos ook. Er zijn kopjes in jouw hoofd. Ja. Maar deze aflevering zit zo vol met verschillende stomme woorden, moeilijke woorden.
In ieder geval, als de postkoets aangekomen is, maakt Toos de foto met de zelfontspanner. Dus, dan vind ik dat Comfort hier bijvoorbeeld ook wel weer de leiding aan Toos geeft. Vind ik bijvoorbeeld al wel weer knap dat zij dat doet. Als een beetje van, ik vind jou niet verdacht of zo. Ja, denk ik ook. Beetje dat. En daarna neemt natuurlijk Lancelot de mooie move om weer een zinnige keer te zeggen tegen de bandieten. De bandieten stelen een postzak en weg. Ja, en dan heb ik nog iets bij die opdracht. Hè. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Ik zat net met Tom over te praten. Ik weet dat het in ons seizoen met Thomas had je 3 keer Furelize en dat wijste naar een hint toe. Nu had je 2 keer Furelize. Ik weet niet, iemand die met muziekkennis heeft, ga alsjeblieft die opdracht terugkijken. En bij het boomzagen komen ze net aan, bij die opdracht. En dan hoor je 1 keer Furelize, lopen ze naar het bord toe om die vraag in te vullen, hoor je nog een keer Furelize. En dan gaat de opdracht spelen. Hm. Waarom 2 keer Furelize? Wat zit daarachter? En wat was ook de film als in dat seizoen met 3 keer Furelize? Ja, ik vond dat nummer ook al zo... Ja, er zit het iets paste in. Er niet. Ja, het paste er wel bij de beelden, maar ook weer niet. Ik verwacht dat daar een hint zit. Ik kan alleen nog niet weten en mijn vinger erop leggen waarom 2 keer Furelize. En wat kan dat als een verwijzing zijn naar Lancelot of naar Toos? Omdat ik Comfort natuurlijk een beetje heb uitgezet. Dus dan zit ik al richting die 2 te kijken. En dan denk ik, ik kan nog niks bedenken met 2 keer Furelize. Maar het is wel heel verband dat ze alleen het beginstukje doen. En daar zit een mol in, als noot. Oh. En wat ik zit te bedenken, en dat zei ik tegen Tom ook, de mol was natuurlijk in die opdracht in de koets. Ja. Dan wordt dat liedje 2 keer afgespeeld van Furelize, alleen het beginstukje waar de molnoot in zit, zit de mol in de koets. Klopt. Klopt. Heel simpel gezien dat we het zo moeten zien wel. Ja. Dat ze daarom 2 keer Furelize het beginstukje alleen laten horen. Ja, ja. En over nummers gesproken, weten jullie nog de legeropdracht? Ja. Daar werd toch Mr. Lonely werd daar gespeeld, dat nummer? Ja, die wijst naar een man. Mr. Lonely, man. Ja. Comfort meteen weer uit. Doei, Comfort! Doei! En met een L, wat jij had tussen haakjes had aangegeven gedaan van Lonely. Dus ja, L kon weer verwijzen naar Lancelot. Ja. Ja? Ja? Lancelot. Hadden deze opdracht nog meer? Nee, naar de rand komen die bandieten bij de koets aan. Ze moeten die foto goed maken, dat gaat perfect. Door Toos. Ja, door Toos. En Lancelot verpest het daar weer. Ja, die zegt weer, ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. Oh, ik weet het niet. Ja, de poets. Wat was het nou? De poetskoets. Was het toch die zin? Oh ja, de postkoets. Nee. Ja, de postkoets. Nee, ja, dag. Ja, nou. Wat is Arjan. Lekker belangrijk. Ik serieus. Ik zweer het, als ze mij die opdracht hadden laten doen, was niet goed gekomen met mijn logopedie. Dat was niet goed gekomen. Hé, ik heb antwoord. Wat heb je antwoord? Van die kaartjes. Oh mijn god. Ik denk, we hebben niet nodig. Ik heb... Gewoon 4 reacties meteen. Ja, en dan moet je de eerste eruit zieken met de tijd. Ja. Dat is Jelte waarschijnlijk. En dan moet je hem er ook afhalen, want ik heb hem al afgehaald. Ja, dan haal ik hem dat dus ook af. Dat is het slimste. Top. Ja, Mats zit ook iets tegen mij te zeggen, maar Mats, bij deze, in de podcast, ik hoop dat je naar luistert. Het is echt een kaartje. Hij zit ondertussen al 4 berichten te sturen. Ik denk dat hij het niet helemaal vertrouwt, maar het is echt een kaartje. Ik heb hem gewoon gekocht. Tim heeft hem ook gekocht. Wij kunnen gewoon niet. Wij kunnen er gewoon niet heen. Dat we niet terug kunnen komen. Nee. En die gok ga ik niet nemen. Nee, en het is heel jammer. En ik wens jou, Mats, heel veel plezier. Geniet ervan. Ik heb tegen hem gezegd, maak een paar foto's voor me. Ik zeg, en geniet van mij. Ja, precies. En voor de luisteraars... En vertrouw gewoon op dat het eerlijk is. Precies. En voor de luisteraars die niet snappen waar dit gesprek nou over gaat. Het gaat over dat Arjan en ik niet naar de live finale gaan van de Mol België. En die tickets hebben we nu weggegeven. Jij verwacht nou antwoord terug. Hey, Tim houdt vast. Tim is weer los. Tim is daar had ik jullie, hè? Daar had ik jullie. Oh, ik dacht echt dat je vast ging, maar je bleef gewoon lang stilstaan. Nee, weet ik. Dan opdracht 2. Ja.
Ja. Praten. Ja. Praten. Dat is de bedoeling in de podcast. Dinant, waar ging die over, opdracht 2? Ja, het was eigenlijk een afvalrace. In de ochtend zelf moest ze een glas zo ver mogelijk op de tafel schuiven. Met zo min mogelijk ruimte ertussen. En ze moesten degene aanwijzen wie dat het slechtst had gedaan. En diegene mocht kiezen wie hij denkt dat die één na slechtst had gedaan. Die twee gingen een duel doen. Dus wie het snelste schoot, die mocht door. En dat geld van de ander werd dan verdiend. Ja. Ja. Ja, goed uitgelegd. En daarna met kaarsje was het volgens mij. Dus je veel mogelijk kaarsje moest aansteken. Ja. Met de schoen, volgens mij ook, met de laars. Ja. Ja. Nee, toen was het met springen halen. Eerst met... Ja. Ja, eerst was met steentjes, toen springhanen. Springhanen? Hoe en zei allebei was, en allebei was onze grote vriend Ruben de lul. Ja. Hoe zouden jullie je voelen als jullie een springhanen onder je hoed hadden hebben zitten? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Zullen we het eens een keer gaan proberen, Arjan? Idee. Voor de volgende keer. Gaan we een heel podcast opname met springhanen op ons kop zitten. Laten we dat aan de luisteraars over wie dat dan op dat moment moet doen. Zullen we het niet doen? Nee, we gaan het niet doen. Nou, maar... we zetten alle drie gewoon een pet op. Eén van ons heeft springhanen eronder. Wie is het? Ja, heel goed idee. Luisteraars, ik ga sowieso nou jouw reacties geven van ja, dan moet je het doen. Ja, dan moet ik het doen waarschijnlijk. Ja, dat vind ik ook. Ja, maar dat bedoel ik dus. Dus daarom is het een slecht idee. Jongens, als jullie het een goed idee vinden, stuur Tim allemaal in de inbox een DM'tje. Ja, dat Tim het moet doen, hè? Dat Tim het moet doen, ja. Dan doen we dat dus volgende week. Wie kwam er nou net mee hoe het zou voelen? Tim wil het toch gewoon voelen. Hij vroeg het aan ons. Ja. Voor de luisteraars die nu nog zitten te luisteren. Volgens mij hoorden jullie net een knipje. Dat komt omdat ik het er heb uitgeknipt. Nee, maar grapje. Nee, maar wat in die opdracht wat ik wel verpand vond. Lancelot, hè. Die, als hij een mol is, doet hij dit geniaal slim, hè. Ja. Bij de eerste, als hij al weet van oké, Ruben gaat naar buiten. 3000 euro op zijn hoofd. Dan loopt hij naar buiten. Hij weet dat hij die 1000 euro heeft. Gaat daar staan en zegt van oké, Ruben, wil je geld verdienen of niet? Maar hij wist ook al dat Ruben geen geld wil verdienen. Nee. Want hij had al gezegd dat hij voor de prijsstelling ging. Ja. Dus die speelt hij daar gewoon 3000. Zorgt hij er gewoon voor dat 3000 euro niet in de pot komt. En zelf schiet hij gewoon lekker mes. Of wat later. Of zijn vingerglied. Zijn vingerglieden vanaf, hè? Zijn geluksvinger. Ja, en hij had zijn handen op zijn rug in het begin. Ja, ook raar. Niet bij de gun. Heel verdacht is dat. Ja, je gaat toch niet je gaat toch niet je handen op je rug hebben als je bijna moet gaan schieten. Ja. Dan moet je eerst je handen helemaal van achter naar voor. En dan moet je pakken. Dan moet je nog dat geweer pakken, nou, geweer, pistool pakken. En dan glij je toevallig weg met je schotvinger. Ja, heel toevallig. Raar. Toevallig, hè? Toevallig. Maar ja, daarentegen comfort deed precies hetzelfde. Dus voor de comfort tunnel. Hier vond ik comfort wel verdacht. Klopt. Klopt. Dus twee waren hier verdacht. En dat was Lancelot. En dat vond ik onze grote vriendin Commie. Ja. Dat waren de twee die de verdachtste vonden. Die zorgde maar, wel voor dat de hoofdprijs niet in de pot kwam. Maar, ik heb nog iets, hè. Lancelot, die zegt in zijn test dat hij heel erg op Ruben zit. En Ruben zegt heel erg in zijn test dat hij op Lancelot zit. Dat is een soort rondje. En ik denk dat de mol en de makers hierop hebben geprobeerd te anticiperen dat stel Ruben zou in de finale komen, dat je zo'n ideale finale situatie krijgt. Ruben zit op Lancelot en Lancelot zit op Ruben. Dus jij verwacht dat Commie op Lancelot zit en dat Toos ook al op Lancelot zit. En dat het om de vraag is wie het meeste goed had. Nou ja, het ding is, ik weet niet, die testresultaten... Toos zit vooral op comfort en daarnaast een beetje op Lancelot. En ja, comfort... als Ruben al vol voor Lancelot is gegaan en Toos maar voor de helft, waarom zit Toos in de rem? Maar dat komt omdat comfort vooral op Toos zit en een beetje op Ruben.
En aangezien wat, comfort... Wat je nou zegt, maar wat je nou zegt, zit ik eerder te denken dat Comi de mol is. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, oh, alsjeblieft niet. Ik bedoel meer van... ze heeft natuurlijk een tweede kans gehad, dus... Misschien zit zij wel goed op Toos. Ja. Dan is het namelijk logisch dat Toos er nog in zit. Maar of ze verdenken alle drie gewoon de mol. Of ze verdenken alle drie gewoon Ruben. In deze test. Dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Oh. Ja, en ik ben ook nog steeds niet vergeten dat de mol Ruben bedankte. En dat zag ik nou weer een beetje terugkomen. Lancelot en Ruben. Ik zie het gewoon. Lancelot heeft heel veel baat aan Ruben. Klopt. Heel veel als mol gehad. Ruben is gewoon een hulpmol geweest. En ik denk wel dat we dat ook niet moeten onderschatten. Als je kijkt naar hun twee, met wie ze meeste samen waren, is dat toch wel hun twee. En daarin denk ik dat Lancelot Ruben heeft bedankt. Ja, in die auto met de hulpmol. Ja, en ook deze laatste opdracht. Hoe zorg ik dat er geen geld in de pot komt, weer mede. Ja, maar om even verder te gaan in de opdracht. Comfort was natuurlijk ook heel erg verdacht met het schieten en zo. Mm-hmm. Beetje rekken ronding draaien en dan met twee handen dat pistool zo vasthouden. Beetje verdacht. Ja, ik denk dat Connie gewoon nog nooit geschoten heeft. Nee, dat denk ik ook. En wat ik wel gaaf vond, Lancelot natuurlijk, als je voor hem stemt, wat krijg je dan? Op de site. Stem je op hem en dan doet hij twee van die pistooltjes. In de richting naar jou. En dat is alleen bij Lancelot. Dus als je alleen op Lancelot stemt, op de site, dan krijg je elke keer dat hij twee van die geweertjes zo naar boven doet. En dat is alleen bij Lancelot. Oh. En dan denk ik wel, dat kan wel eens op de laatste opdracht slaan met duel, dit en dat. En dat leuk is voor de makers om erin te doen. Maar daarentegen, bij Commi heb je weer dat Commi twee keer knikt. En dat doet Lancelot weer niet. Dus ja. Er zit iets in dat stemmen, maar wat? Eigenlijk dat zij eigenlijk gewoon ja knikt, zeg maar. Ja, ze knikt twee keer. Ja, dus van... Een andere kandidaat knikken maar één keer. Oei. Wel weer iets gevaarlijks. Nee, het is niet... Het is er niet, ze is het niet, Arjan. Nee, dat denk ik ook niet, maar ik vind het wat me nog steeds een beetje blijft hangen. En dat is hetgene wat op Mollengroep is gevonden. En ik geloof dat dat door Mark is gevonden. Dat hij ermee kwam met die post en dat hij dacht aan aflevering 4 van de vorige seizoen. En dan krijg je Back to the Future. Toen viel de mol af. Toen heeft de mol ook rood gehad in principe. En nu heeft de mol weer rood, alleen blijft de mol in het spel. En dan krijg je Back to the Future. En dat vind ik best wel een theorie daar ik zou kan denken, oké, ik vind hem goed. Alleen dat neemt niet weg dat ik heel de opdracht verneukt vind zien. Dus nee. Dat er één vals is gespeeld in die opdracht. Dat nee, vind ik nee. Want Leila is daar de dupe dan van geweest. Ja, maar dat is niet eerlijk. Nee. Dat denk ik dus ook. Maar ja, dat is een persoonlijke mening. Want ik wil niemand aanvallen, want ik merk maar, dat er heel veel op commie zitten. Ja, maar ik snap dan niet. Want ze zeggen toch, de slechtste kandidaat die test maakt, die heeft het rode scherm gekregen. En die krijgt daardoor een tweede kans. Juist, maar dan wordt er dus gezegd, dat is een risico. En wat zeggen Belgen, waar ik mee zit te praten, die zeggen als je een risico neemt in de mol, weet je dat het niet eerlijk hoeft te gaan. En dat klopt, ben ik helemaal met ze eens. Ga ik ook niet tegen in, want het risico neem je zelf, het hoeft niet altijd eerlijk te zijn. Maar ik vind, waarom doe je dan Back to the Future opdracht erin, überhaupt? Als je toch al weet dat de mol daar komt te zitten en dan sowieso... Ga je een voorstel doen aan de kandidaat, als je nog twijfelt, kan je op één inzetten. Want als je rood hebt, krijg je nog een keer een herkansing. Die herkansing krijg je niet als kandidaat. Die krijg je niet. Want de mol gaat sowieso het rode scherm krijgen, gaat in de Back to the Future auto en aan de rand krijg je weer groen. Dus de tweede slechtste kandidaat, de eerste slechtste kandidaat, die gaat eruit. En die kan er niks tegen doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik twijfel tussen jullie twee als mol. Dan zet ik op één van jullie in. Ik ga proberen, als ik rood heb, heb ik rood, dan weet ik dat ik kan verbeteren dat Tim toch de mol is. Bijvoorbeeld, ik zet in op Dinant, maar en ik krijg nog 5 vragen naar de rand, dan kan ik die op Tim zetten. Heb ik dan groen, dan weet ik dat Tim de mol is. Ja. Klaar. Maar die kans krijg je niet als Leila zijnde. Nee. Je krijgt gewoon rood.
En rood maar, is jouw kleur. Zit comfort dan goed? Nu. Lijkt me. Als het niet de mol is. Dat denk ik wel. Want daarom is meteen de winnaar. Ja, maar dat riep ik al een paar afleveringen geleden. Omdat ik zo'n vermoeden heb dat Commie is wel pinter iemand. En die heeft dit natuurlijk in de voordeel kunnen gebruiken. En daarom had ik al wel verwacht dat Commie in de finale kwam. Ja. Dus dan kom je automatisch ook een hele grote kans dat ze wel eens als winnaar de bus uit komt te lopen. Want ze heeft natuurlijk veel meer kennis over de mol. Maar ja, wie weet, ze poos al vanaf aflevering 2 op de mol, hè? Maar als je kijkt naar bij wie Comfort heel de tijd in het groepje zit, is dat heel vaak Toos. Ja. Echt heel vaak. Ik denk dat dat doet om verwarring te zaaien. Dat kan. Kijk, ze zit ook wel af en toe bij Lancelot, bijvoorbeeld in de supermarkt. Mm-hmm. Dat Lancelot die pakken cornflakes zomaar laat omvallen. Dat is natuurlijk de molactie. Weet je. Maar ja, daar is ook Toos en Comfort. Die weten ineens niet meer waar de ding is en zo. Die weten ineens niks meer daar. Dus jij denkt dat ze misschien ook wel eens Toos kan bedenken? Ja. Maar dat verklaart dan niet waarom ze dan nu nog steeds in zit. Want Toos is niet de mol. Zeker niet na afgelopen aflevering. Nee. En om daarop aan te sluiten. Toos die schoot bij de laatste ronde van opdracht 2. Dan kon je kiezen voor vrijstelling, voor groepsvrijstelling en voor geld. En daar schoot hij op geld. Snap ik ook. Net zoals Ruben. Ik had hem op die vrijstelling geklapt, hoor. Ik ook. Ja. Maar ik denk, als je hem echt goed wil raken, dan moet je wel even tijd nemen en die tijd alles ook niet. Want je wil natuurlijk zo snel mogelijk. Dus ja, maar ik snap niet dat ze allebei in die buitenring schieten. Waarom schiet je dan niet in de middelring? Ja. Dan heeft alleen jij de vrijstelling en de rest heeft niks. Geen geld in de pot en jij hebt alleen de vrijstelling. Je bent ziek. Precies. Het wordt een makkelijker vak als die middenpunt of als die buitenkant. Dus ik denk, jullie schieten allebei bewust op het geld. Ja. Zeer vreemd. Dus, kandidaat. Zou je wel bijna denken, ja. Want waarom zou je als mol voor geld schieten, jongens? Ja, omdat er nog best wel weinig in de pot zit. Ja, maar als ik mol was, hè, dan zou ik sowieso gaan voor het minst aantal geld wat er ooit in kan gaan. Ja. Dus ik zou elke kans aangrijpen die ik heb om geld uit de pot te laten gaan. Ja. Weet je, Giel had er ook voor kunnen kiezen om niet te zeggen dat Toos op geld had geschoten. Hè? Dat is natuurlijk wel weer gevaarlijk. Want Giel zegt natuurlijk, Toos heeft op geld geschoten. Maar hebben wij ooit beelden gezien dat hij op geld heeft geschoten? Nee. Nee, maar ik denk ook dat de mol daar niet heeft geschoten. Maar volgens mij was Toos degene die hem had geraakt. Ja, maar dat hebben we niet gezien. De mol heeft er niks aan om daar terecht te komen, denk ik. De mol kan beter net als Lancelot doen. Alleen het lot heeft bepaald bij Lancelot. Want ja, hij werd nou eenmaal gekozen door Ruben. Hij gaat dan daarmee naartoe. Op dat moment moet de mol de actie maken en zichzelf opgeven. Want als hij in het spel bleef, had hij 3000 euro in de pot gelaten. Had hij daar nog een kans gehad dat hij nog meer geld in de pot kwam. Dus klopt. Uiteindelijk nog meer geld. Zij moest daar de keuze maken om zichzelf op te offeren. Ja, maar ik bedoel meer van, Giel zegt aan het eind van de opdracht, zegt hij dat Toos raak heeft geschoten. Maar vervolgens zien wij daar geen beelden van terug. Meestal zien wij daar wel beelden van terug. In aflevering 1 zagen we een beeld van terug dat Toos raak had geschoten. In het spiegelbeeld. Je zag nou toch waar de impact was? Zie je dat in de aflevering? Ja, naar de rand. Wel. Ja, zie je dat de kogelgaten in de zijkant zat. Oh, oké. Okay. Net tegen het randje aan. Ik geloof, Ruben heeft, als de schijf zo is, hier geschoten. En Toos hierboven. Oké, nou dat heb ik dus dan gemist, maar En Toos kan mikken. Ja, maar dat is in aflevering 1. Aflevering 1. Dus die heeft dus echt bewust op het geld geschoten. Ja. Dat kunnen we wel verklaren. En Ruben is er al uit, dus in principe, de mol zat niet daar. Dus Comfort of Lancelot. Ja. En aangezien Comfort rood heeft gehad, dan moet het Lancelot zijn. Ja. Als het je het zo zou vragen, ja. Maar ik vind het een hele moeilijke ja. Omdat ik te veel... Café de Mol, waarom zit je de hele tijd over Commie te praten? Ja, maar het is niet Comfort. Het kan niet. Dan heb je eigenlijk gewoon een heel programma wat niet het programma origineel is. Ja.
Ik weet niet hoe de Belgen denken. Snap je? Ik weet niet hoe ze denken. Als ik met heel veel Belgen zit te praten, waarom is 32% vind ik veel, hè? Ja, maar dat, die zitten er ook Toos, weet je? Toos is het ook niet, hè? Nou. Maar heb je elk seizoen, hè? Heb je dat? Ja, maar er zit maar 5% tussen de nummer 1 en de nummer 3, hè? Ja, oké, maar vorig seizoen met Nederlandse zat ook heel veel mensen op Daniel. Ja, maar dat had een andere... Ja, die ook op de kaart, dat is ook weer tip. Die theorie vond ik sterk. Er was niks oneerlijk aan. Maar nee, hier... maar misschien denken mensen nu wel zoals wij dachten over Daniel, alleen dan nu in de comforttunnel en in de toasttunnel. Ja, het zou kunnen. Mag ook hoor. Je moet vrij zijn in welke tunnel je moet kiezen. Je moet vrij zijn in wat je denkt, maar ik kan er niet echt in mee dat je een mol rood kan geven en dat je invloed kan uitoefenen op een opdracht. Dat is hoe ik hem bekijk. En ik denk dat ik hem dan heel simpel uitleg. Want hoe je het ook went of keert, de makers hebben invloed gehad op de uitkomst van die opdracht. Ja, klopt. En zou je dat willen als makers om jouw mol undercover te laten? Zodat hij een beetje in de groep ondergronds wordt en dat er al wordt gedacht zoals dat wij denken. Dat zou ik in principe een beetje een gemene list vinden. Maar ja, het blijft de mol, mensen. Niks is eerlijk. Niks is eerlijk inderdaad, maar... En dat vind ik dan wel weer een onderbouwing. Ja, die kreeg ik dus naar me toegeworpen. En dan denk ik, ja, er zit wel een kennis in. Waarom moet iets eerlijk zijn als het duidelijk wordt gezegd dat het een risico is? Dus ja, ik kan het ook wel weer begrijpen als mensen dat als redenering naar voren brengen. Dat vind ik nog de allebei de beste argumenten die ik heb gehoord, die twee. De rest, ik kan er niet mee. Want ik blijf zeggen, dan is Leila dus in principe op het hakblok legt. Ja, maar dat vind ik dus weer niet iets voor de makers van België. Nee, dat vind ik ook niet. Dus... Want dat doen ze niet. Dat zit niet in mijn hoe ik naar de mol België kijk. Nee. En naar deze makers. Het zou mij teleurstellen als ze dat hebben gedaan. Laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik het wel netjes. Ik zou zeker blijven kijken en ik ben een hele grote fan van de mol. Maar dit hadden ze anders gedaan als ik de makers ken. Dan denk ik, de makers zijn veel beter. Kijk naar deze opdrachten. Kijk nou hoe het hele seizoen in elkaar zit. Hoe ze opdrachten bedenken. Dat is geniaal. Dus overal wordt gewoon over nagedacht. Dat in de diepte toe. En dan denk ik, dan zouden ze hier zo'n simpele twist bedenken. Waar ze weten dat wij zo kunnen denken en dat anderen zo kunnen denken. Zou ik een beetje jammer vinden. Maar dat is ook... Ja. En Dinan, denk jij dat Comfort de Mol nog kan zijn dan? Nee, ook niet. Toen ze eruit ging, vond ik wel oprecht ook. Toen ze naast Jill stond, ze was een heel gestresst huis en lag ook. Ja. Het is gewoon Lanslot. Anders... We gaan ons er gewoon bij neerleggen, het is gewoon Lanslot. Ja, ik denk het wel. Ik zou van mijn stoel afflikkeren als het commie is. Laat ik het zo zeggen. Ik zeg, het is omgedraaid wat die gast zei in Café de Mol. Liever. Hij zei, als Lanslot het is, dan flikker ik van mijn stoel af. Ja. Nou, ik flikker bij deze van mijn stoel af als het commie is. Ja. En dan zou ik ook aan de ene kant het best wel een verpest seizoen doen. Ik ook. Maar dat is mijn mening, jongens. Niet dat jullie allemaal mijn inbox gaan volspammen van en het is een goed seizoen geweest. Tuurlijk, het is een goed seizoen, maar ik vind het niet leuk. Dat is mijn visie. Dat is mijn persoonlijke mening. Net zoals mijn stories op Wie is de Mol Nederland. Ja. Wat ik eigenlijk niet had moeten doen, maar weet je. Ja. Maar, dus wij zijn het er gewoon over eens? Kom hier is het niet. En we praten er verder rest nou niet meer over. Rood is rood, klaar, pots. Duidelijkheid voor iedereen. Precies. Kijk, weet je, de makers hebben natuurlijk al een beetje flater geslagen dat de BV er in aflevering 1 er al uit lag. Ja. Helaas. Ja. En als ze dan nu nog een flater slaan met dat de mol rood krijgt? Denk ik niet. Denk ik niet. Maar weet je wat een beetje voor de kop stoot? Ik heb af en toe wel eens contact, hè, dat weet je, met oude kandidaten. Daar heb ik deze vraag ook aan gesteld, maar ik krijg gewoon geen antwoord. Denk ik, ja, waarom antwoord je iedere vraag, maar als ik dan deze vraag stel omdat ik het niet helemaal eerlijk vind, hoe denken jullie daar in België erover? Geef dan op die vraag ook een antwoord. Waarom wordt daar zo mysterieus om gedaan? Omdat het zo is? Of
omdat ze willen dat wij zo denken om het spannend te houden in de finale. Ja, weet je, dit hebben we nog nooit gedaan, hè? Ja, dat zeg je wel goed. De mol die rood krijgt, dit hebben we nog nooit gedaan. Een tweede twist. Ja, bijna 4 mannen in de finale, dit hebben we nog nooit gedaan. Dat sluit daar ook bij aan. Ja, het zou echt kunnen, hoor. Ik sta niet raar van te kijken. Nee, maar zullen we even verder gaan anders? Ja, dat lijkt me beter, want ik denk dat we deze discussie heel lang kunnen volgen, omdat je altijd mensen hebt die twee kanten dit bekijken. Klopt. Ja. Klopt. Maar dat we het er überhaupt nog over hebben, zegt wel dat Comey wel verdacht is geworden. Klopt. De laatste twee afleveringen, en dat vind ik zelf ook. Aflevering 1, in de tweede opdracht. Mm-hmm. Wat gebeurde er? Op die touwbrug, op dat touwkoord. Ja. Zij viel er vanaf toen zij het varkentje op moest gaan halen. Klopt. Maar, weet je? Ja, toch denk ik niet dat je als mol daar niks te zoeken hebt. Nee, maar volgens mij, ik ga van zo'n Follow the Money schema opzoeken. Want volgens mij heeft Comfort best ook wel wat geld verdiend, dacht ik. En met goede ideeën gekomen, zoals 1-voor-1. Ja. In die trein. Dat soort dingen. Daarin vond ik Comey gewoon. Daaraan heb ik al gezegd. Wat een slimme dame is dat, weet je wel. Ze komt wel altijd met logische dingen. Net als een kleur draad opknippen. En natuurlijk, daar heb je nog een verklaring voor. Omdat Uma dat ook heeft gedaan. Klopt. Dus kan zijn dat ze de goede kleur zegt. Omdat ze weet als mol. Als ik dat zeg, dan wordt er toch tegenover me gedaan. Omdat ze weten dat ze bedacht wordt in de groep. Kan ze gedaan hebben. Maar het is niet mijn gevoel dat iedereen denkt dat iedereen Comey verdenkt in de groep. Dat gevoel heb ik in ieder geval niet als ik zit te kijken. Nee. Oh jeetje. Jongens. Wat is er? Jij hebt bericht gekregen dat het wel is. Nee, maar... Oh. Dat is heel veel raad tegen. Ik zoek even een... Deze. Oh jeetje. Jij houdt het spannend, hè, met jouw jeetje. Toos heeft verdiend in dit seizoen €3.500. Mm-hmm. Dat is het meeste. Meeste? Dat is het meest verdiende van... Van 20.000? Ja, maar die andere kandidaten zijn afgevallen, hè, die zoveel hebben verdiend. Oh, oké. Okay. Ja, Lieselot die heeft bijna €8.000 opgebracht, dus op zich. Die heeft goed gedaan. Ja. Lancelot heeft €3.136 verdiend. Is dat het minst of is dat in het midden? Wat denken jullie? Ja, daar zit die €5.000 bij. Ja. Die is gedeeld. Gedeeld, denk ik. Ik denk... Gedeeld. Ja, die €5.000 is volgens mij vooral toegevoegd bij Lieselot. Dacht ik. Maar ik denk dat daar ook die €5.000 bij zit, inderdaad. Ja, die is trouwens, die is verdeeld. Dat is gewoon 1500 euro. En wat heeft Comey verdiend? 2500 euro bedoel ik. Comey heeft 2355. Dat is gewoon mol. Dat is zeg maar €1000 minder dan de andere twee finalisten. Nee. Ik ga het nu niet zeggen dat het toch Comey is. En hoeveel hebben ze laten liggen dan? Ja, meestal bij de Mol België kan je het wel zien aan Follow the Money mensen. Ja, maar jongens... Omdat het wordt anders gedaan. Kijk, Lennart had ook het minste verdiend. Ja, maar jongens, Corny... min €110 verdient. In dit seizoen. Uh-oh. Corny is de Mol. Is toch Corny? Ja, Corny komt terug. Dat kan niet anders. In die finale. Nee, maar als ik dit zo hoor... Als ik dit zo hoor, ben ik wel een beetje bang. Maar dan denk ik aan die €5.000. Dat is ook precies bij Lancelot gewoon misgegaan. Dat zegt de mol ook in zijn dagboek. Na de rand zien we het dagboek niet meer terug. Dan alleen maar een beetje in dat stukje. Ik denk dat de mol daar gewoon echt een fout heeft gemaakt. Tel dat bedrag even eraf. Of deel het eraf. Dan wordt Lancelot ook in één keer bijna 2000. Het minste. Dus dan denk ik... Dat Lancelot nog zeker wel de mol kan zijn dan. Klopt. Ja. Zullen we eventjes naar een paar acties van Toos? Ja, is goed. Nou, Toos is een lastige en zou nog best wel een paar procent de mol kunnen zijn, toch? Maar
één ding wat mij laat knagen en waarvan ik denk, goh, hij is het gewoon niet, is dat hij in de eerste opdracht van dit seizoen in de risicoduo zat, waarmee hij de hele aflevering bijna moest skippen. Maar ja, nou, dat hebben ze nooit gedaan. Nee, oké, okay, maar ik denk dat de productie daar niet voor zou kiezen. Want je kan veel beter mollen door bijvoorbeeld weg te lopen bij medekandidaten, zoals Ruben en Lanslot deden, of expres langzaam te zijn samen met Corny en dan achtergelaten worden door je medekandidaten. En dan uiteindelijk op de knop drukken, toch Lanslot? Of dat waren... Ja, dat was wel Lanslot volgens mij. Lanslot. Volgens mij drukte Lanslot samen met Ruben op die knop tegelijk. Of met Thomas, 1 van 2. Weet ik niet meer. Oh. Nee, weet ik ook niet meer. Wat nog wel verdacht is, is dat natuurlijk Toos voor geen vrijstelling ging samen met Lieselot. En hierdoor ging er maar €2000 in de plot. In de pot. In plaats van €5000. Ja. Zegt ook alweer wat. Vind ik een goede actie als je de mol is, want hij kon niet anders. Klopt. Ja, klopt. En je mag natuurlijk geen vrijstellingen meenemen naar volgende aflevering. Dan vergeet je nog bij Wietjeke, die vond ik ook wel sterk. Met die hoefijzers. Ja. Daar heeft hij ook lopen mollen. Wietse. Ja, daar heeft hij ook lopen mollen. Hij heeft invloed gehad, hoe je het ook went of keert. Hij alleen een beetje op de voorgrond en Lanslot een beetje op de achtergrond. Dus ja, ik weet het dan. Oh, dat was trouwens nog wel een actie. Want wat jij zegt, Arjan, Ruben heeft het wel goed door moeten geven dan. Mm-hmm. Hij heeft dat verdraaid. Dus hij heeft het gewoon verdraaid. Hij heeft het verdraaid nu. Dat weten we zeker. Het kan ook gewoon een actie zijn van, goh, ik ben gewoon verdacht. Wietjeke. Hij zei het al letterlijk. Als ik mee zou doen aan een Wie is de Mol spel, dan zou ik namelijk mezelf ook heel erg verdacht maken. Ja, met Nederlands praat alleen al, denk ik. Toch, Dino? Ja, natuurlijk doe je dat. Dan hebben we Lanslot, oftewel de mol. Hij zit hele goede sleutelposities. Ja. Het enige gekke is dat hij de pasvragen niet heeft opgetild in de bunker, waardoor de bom afging. Hij heeft alleen aangeraakt, omdat hij even wou weten hoe het voelde. En toen raakte hij natuurlijk met zijn vingerafdruk de vingerafdruk op de pasvraag. Klopt, ja. Ze raakte de mol zijn eigen vingerafdruk van de mol aan. Huh? Want niemand heeft nog een pasvraag aangeraakt. Oh nee. Daar zat ik aan te denken. Dat ze dat als een hint kunnen doen nu. Hmm. De mol raakte als enige de vingerafdruk aan van de mol. Ja, ja. Zou kunnen, hè. Goeie. Lekker bergen. Ja, zeggen zo kan ook zo zijn. Maar het was gewoon een te groot risico, denk ik, voor Lanslot om die dingen op te pakken. Ja, groepsdruk. Groepsdruk, inderdaad. Een extreem groepsgevoel. Nou. €1000 wel echt heel veel geld. Dus zij heeft echt wel eventjes met je billen bloot te gaan, denk ik. Ja, maar nu komt er even een paar situaties. Lanslot als docent was een dom idee. Lanslot als danser in aflevering 1 was een dom idee. Lanslot die geen oog had voor een bord met de slangen erop die doorgereven moesten worden. Lanslot in de trein en niet buiten de trein. Lanslot die samen met Ruben aardappels, oftewel geld, ging wegschieten. Ja, en hoe? Dat zijn best wel een beetje grote molposities. Ja, vind ik ook. Ja, en kijk hoe makkelijk je het nu opnoemt. Als wij Toos even zitten op te noemen en als je Comfort zit op te noemen. Hoe makkelijk je hierop komt. En dat zegt wel wat. Klopt. Je moet erover nadenken als Toos, als ik een molactie bij Toos moet bedenken. Ik moet er echt over nadenken. En bij Lanslot, ik zie ze gewoon voor me nu. Ja, met die slangen. Dat vind ik al één hele grote molactie in aflevering 1. Ja, klopt. Hij ziet het bord niet. Terwijl Matteo dat wel ziet aan de andere kant. Met het bord van de spinnen. Ja, en die portofoon, Lanslot loopt naast die portofoon. Hij had het moeten horen dat er iets door die portofoon heen werd gezegd, toch? Precies. Er wordt helemaal niet over gesproken. Ze laten dan ook nog twee kandidaten achter. Ja, dat is Lanslot. €1000 minder. Ja. 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 Ja, hij heeft het elke keer wel geprobeerd. Precies. Of het altijd goed gaat, dat kan niet. Maar hij heeft echt zijn best gedaan om te mollen. Ja, nou ja.
Ja. Ja, ik kan maar met één conclusie komen. Dan kunnen we maar meteen naar de eindconclusie gaan, denk ik. Arjan. Gilles is de mol. Gilles? Ja, kan niet anders. Oh, daarom werd zijn naam verkeerd geschreven in die krant. Snap je dat nou? Ja. En dan verwijst dat naar Lancelot, omdat je denkt die twee L'en natuurlijk. Maar het is gewoon Gilles. Het is gewoon Gilles. Gilles. Het kan niet anders, want ze kunnen het alle drie zijn. Ja. Als we het zo zitten volgen, ja, dan is het Gilles. Ja. Het is gewoon Gilles. Gilles heeft gewoon heel de tijd lopen mollen, heeft de opdrachten verkeerd uitgelegd. Ja. Nee, grapje natuurlijk, het is Lancelot. De pakken van de rode eieren, heeft hij zelf ontworpen natuurlijk. Ook dat. Ik denk het. Ja. Nee, het is Lancelot. Het is Lancelot, ja. Zeg jij. Ja, Dinant. Ook Lancelot? Ja. En Toast lijkt een heel sterk. Nee. En dan, jullie lachten erom, hè? Oh. Maar wat wordt er nou elke keer gezegd bij Café de Mol? Nee. Met die zot, met dat biermerk. Zot, ja. Dat biermerk wat wordt gedronken in Café de Mol. Ja, dat is die zot, inderdaad. Zot, ja, wie is zot, de verrader van deze seizoen? Met zot of zoiets wordt er dan gezegd, maar dat rijdt natuurlijk op lang. Wie houdt ons allemaal weer voor de zot? Ja, wie houdt ons allemaal voor de zot? Lancelot. Wordt constant bij Café de Mol? Lancelot. Kijk, en dat rijdt op elkaar natuurlijk, hè? Dat is een ideaal leuke hint, die we al heel het seizoen hadden kunnen zien. Wie houdt ons dit jaar voor de zot? Lancelot. Lancelot, daar is hem gewoon. Nou, wie houdt ons dit jaar voor de zot? Toos. Voor degene die nog in de Lancelot-tunnel zit, deze is wel grappig. In de intro, dan wordt er muziek, heb je toch in aflevering 2 heb je de muziek en dan wordt dat liedje gespeeld, weet je wel, van wie is hun toch de mol? Ja. Baby cries about is mama, hoeveel men is de mol? Nou, wat krijg je nou in deze aflevering? Alleen bij Lancelot wordt er tegen hem verteld dat je Lancelot niet kan vertrouwen, alleen zijn moeder kan hem vertrouwen. Ja, dat sluit natuurlijk heerlijk aan bij dat liedje natuurlijk. Ja, klopt. Baby cries about his mama. Ja, baby cries. Kan. Het kan. Het kan. Ik weet het niet. Het is België. Maar, waar zit ik aan te denken, baby cries about his mama? Dan zit ik ook te denken, het kan ook weer naar Commie. En dat is leuk voor de Commie-tunnel. Dus voor degene die op Commie zitten, nog even een laatste hintje. Nee. Het is natuurlijk een kindje. Het was het week van Olly. De week van Olly. Dat is natuurlijk omdat hij zijn moeder mist. Baby cries about his mama. Kan, hè? Kan, hè? Het is niet Commie. Nee, ik denk dat die hint eerder op Lancelot slaat. Dat werd gezongen. Ja. Omdat hij komt al een paar keer terug met moeder en Lancelot. Klopt. Ja. En de beste hint? Tim, wat is de beste hint? Mag ik ook nog even mijn eindconclusie... Nee, jij hebt een eindconclusie van jouw mol is eruit. Mijn eindconclusie is dat het Ruben is. Zie je nou wel? Ja. Nee, het is Lancelot. Back to the future. Ruben komt terug. Het was wel eerst mijn mol inderdaad, Ruben. Maar vorige aflevering niet meer hoor. Dus ik was op tijd geswitcht. Nee, allebei onze schot van de bol. Ik zat op Thomas en jij zat op Ruben volgens mij. Schot voor de boeg, hè? Klopt. Nee, schot voor de boeg was Comfort. Ja. Echt? Ja. Ja. Maar dan zou ik nog maar even goed gaan nadenken jij deze week. Nee, ik blijf nu op Lancelot. Ja, oké. Okay. Oh, dan zul je zien, hè. Oh, dan is het toch Toos. Zul je zien. Want mijn eerste video heeft ook de thumbnail met Comfort. Ja, dat weet ik. Is het dadelijk toch Comfort, hoor? Nee. Maar heb ik het wel goed? Nee. De beste hint. Ja. De beste hint. Zo, jongens. Ik denk de Tuxen Today. Ja, gewoon in die krant, inderdaad. Ja, die twee L'en die ontbreken, dat hebben ze bewust gedaan. Ja, dat is de hint naar Lancelot. Dat kan niet naar Comfort of Toos wijzen. Die twee L'en in zijn naam ook toevallig. Ja. Lens die op die code terugkomt. Bijna Lens. Lens, ja. Bij die bom. Dat vind ik wel sterk.
En deze aflevering, ik heb lopen zoeken, maar het enige waar ik nog een beetje op hang is die Furelize. En ik denk dat Furelize 2 keer wordt afgespeeld omdat de mol in dat groepje zit. Omdat de mol akkoord die komt in dat liedje voor in dat stukje. Nou ja. En dan denk ik, oké, waarom wordt dat stukje afgespeeld als de koets in beeld komt en hun 2 in beeld komen? Ik denk omdat de mol daar in beeld is gekomen. En dat ze daarom 2 keer Furelize de moltoon spelen. Mol-akkoord. Mol-Lanslot. Ja. We hoeven niks meer toe te voegen. Dat zou een leuke hint kunnen zijn. Want meestal in aflevering 7 zit er een hele duidelijke hint in. Nou, ik heb hem nog niet gezien. Nee. Maar Furelize kan wel een goede hint zijn in Lanslot. Ja. 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 Ze hebben het toch wel eerder bedacht? Oh, ze hebben het toch eerder gebruikt dan een keer die hint? Dat was bij Thomas. In het Nederlandse seizoen dat 3 keer Furelize werd afgespeeld en dat verwees toen met die posteropdracht. Weet je dat nog? Oh, in Nederland. In Nederland, ja. En dat was naar Thomas een hint. Ik weet alleen niet meer precies hoe en wat. Maar dat was 3 keer Furelize hoorde je dan langskomen. Ja, ja. En dat verwees dan naar Thomas naar 3 keer een akkoord of zo. Ik weet niet meer precies wat. En nou is het 2 keer Furelize. Daarom zat ik al gelijk met Tom in overleg. Ik zeg, wat was het nou ook weer met Thomas? Ik zeg, want ik weet niet meer wat ik hiermee moet. Tom zegt, het is wel goed gespot, maar ik kan makkelijk iets zeggen, want het is heel raar. Ja. Er zit in 1 minuut tijd hoor je het 2 keer. Ja, dat is heel raar. Het is bewust gedaan. En waarom speel je hem dan niet in 1 keer af? Ja. Waarom alleen dat beginstukje en precies 2 keer hetzelfde? Ja. Heel raar. Zou je denken, we moeten naar de akkoorden kijken. En dan keek ik net naar de akkoorden. Volgens mij zit daar een molakkoord in. En dan denk ik heel snel, oké, dit wordt dus afgespeeld omdat de mol in beeld is. Het is een goede hint. Zou kunnen. Vertel, er zit een mol-akkoord in, dan is dat wel weer een typische hint voor de mol België natuurlijk. Ja, en die ik niet wil vergeten, de klap-klap. De morse, ja. Ja, dat is een morsecode, klap-klap. Volgens mij heeft Sam... Heel simpel, letter M. Ja, simpel. Volgens mij heeft Sam hem ook gedeeld in zijn video. Ja. Kwam ik net tegen, namelijk. Klopt. En ik heb Sam ook gevraagd wat hij vond van Commie. Nou, die denkt er precies hetzelfde over als ons. Tom ook. Lekker. Van wie is toch die mol? We hebben allemaal discussies erover gevoerd, maar iedereen denkt hetzelfde over Commie. Maar natuurlijk, iedereen is vrij. Gelukkig maar het zijn natuurlijk alleen maar Nederlanders. Is Tom een Belg? Tom is een Nederlander. Van wie is toch die mol? Oh ja. Grappig. En verder rest, ik weet het niet, dan alleen maar dat ik het een heel goed seizoen vind en dat ik heel benieuwd ben naar de finale. En dat ik eigenlijk alleen maar van mijn stoel af kan vallen als Comfort de Mol is. Heb je die voorstukjes gezien van de finale? Ja, spektakel man. Wat gaan ze allemaal doen? Ze gaan het weer presenteren, journaal presenteren, de cactussen vallen om, ze moeten filmen. Wat? Voor een camera gaan staan en wat zit er in een camera? Een lens. Lancelot. Oh, die is wel weer leuk. Lancelot heeft een lens bij. Dat moet hem zijn. Ja, ook wel. Leuk. Ja, vind ik leuk. Heel leuk. Maar komt er nou ook nog een aflevering 9 dan? Ja, de bekende ontknoping van alle theorieën. En wat heeft de mol gedaan? De reunie. Maar de mol wordt wel volgende week al bekend gemaakt. Ja. Maar de reunie die is daarna dan, zeg maar. Ja. Okay. En dat vind ik ook leuk aan België. Want daar heb je tenminste een hele aflevering gewoon uitleg wat de mol acties hebben gedaan. Wat hij heeft gedaan. En ze leggen het beter uit. Ja. Maar dan denk ik dat dit de ene laatste podcast is. Ja. Er komt nog 1 podcast waarin we bespreken wie de mol is. En een paar acties en zo. En dan is ProCast België ook alweer afgesloten, jongens. Oh yes, geen probleem meer over te praten, jongen. Hey. Of die nou de mol is of niet. Ja. Dat is een beetje duidelijkheid. Hey. Maar jongens, dan moeten we... Weet je hoe lang we moeten wachten dan? Nou, nog 6 dagen. Tot januari. Oh, dat bedoel je? Ja, tot december, denk ik. Nee, ik denk dat we oktober wel een beetje scherp moeten zijn al. Ja, ik hè? Ja, jij moet de sms'jes weer gaan sturen. Sorry! sms'jes? DM's. Gewoon locatielinkjes. Nee. Ja, dat wil ik. Nee. Doe maar niet. Nee, maar we zullen even de podcast afsluiten. Ja, doe maar. Want alle Belgische luisteraars die snappen niet waar we het nu over hebben, denk ik. Nou, sommigen kunnen het wel begrijpen, denk ik wel. Ja, sommigen. Bedankt voor het luisteren en het
misschien kijken naar onze mooie gezichtjes weer. Mocht je meer van deze podcast willen horen en zien, en vooral de laatste aflevering, volg ons dan even op Spotify, Procast België. En abonneer zeker op mijn kanaal, hier beneden, op de rode knop, zeg maar. Volg voor meer hints en theorieën natuurlijk ook het Instagram-account @mollenjager/2021 van 2023. Van Arjan. Back to the future. En @WDM/2023/hints van Dinant. En natuurlijk ook nog @demol_pro van mij. Wat een mond vol weer. Ja. Dan hebben we nog maar één ding om te zeggen. Houdoe. Arjan. Laters. Laters. Houdoe.